We zijn op bezoek bij het staatshoofd om een project dat voortaan bekend zal zijn als project Planting 1 Million Trees in 5 Years. Het is een project geïnitieerd door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer. En wij willen volgende week de launch doen, de officiële launch, door de president. Dit project is een project dat landelijk uitgevoerd zal worden in 9 districten, met uitzondering van Sipaluni. De naam zegt het al, we gaan 1 miljoen bomen planten, en dat is niet weinig. En gemiddeld 125.000 per district, en dat willen we in 5 jaar doen. Maar Openbaar Groen en Afvalbeheer zal niet daartoe alleen in staat zijn. Zo betrekken we alle stakeholders. Als het nou ROM is, ministerie van ROM, ministerie van ROS, waarbij alle commissariaten vertegenwoordigd zijn. Als het nou bureau van First Lady is, als het nou NGO's zijn. Maar ook elke andere organisatie die dit project een warm hart toedragen, willen we betrekken om te planten. We gaan verschillende boomsoorten planten, maar niet de Wild West. We gaan in een bepaalde structuur de wegstrekkingen beplanten, maar ook pleinen, parken. Maar los daarvan willen we zelfs op de erven van de mensen gaan planten. Liefst met fruitbomen. U weet hoe schaars een fruit is, sinaasappel bijvoorbeeld. Zo duur, terwijl elk erf daarin voorzien zijn. We gaan een beroep doen op de stakeholders als LVV, dat ze een plantmateriaal, een fruitplantje, beschikbaar stellen. Zoals dat project van bureau First Lady, Prani Iniujari, met een bredeboom. Zo willen we ook een fruitboom op de erven van de mensen planten en hun vragen om het onderhoud daarvan over te nemen. Dit is niet alles. Ook die bredeboomproject van First Lady gaat verder gestalte krijgen en wij willen dat dit project, zeg maar, van de First Lady wordt geïncorporeerd in dit megaproject van Openbaar Groen en Afvalbeheer. We willen stadsvervrijing doen, maar ook districtsvervrijing, tot in de districten. En het mooie ervan is dat we plantmateriaal zelf zullen aanmaken. Elk district moet daartoe in staat zijn. We gaan plantenkwekerijen opzetten, maar ook compostfaciliteiten. We hebben LVV, die goed is gefaciliteerd in elk district. Met infrastructuur willen we gebruik maken van hun infrastructuur om onze plantmateriaal te vermeerderen, zodat elk district zelf voorziend is. En dit moet een landelijk karakter hebben. We gaan van start. De president heeft zijn zegen gegeven om te starten op 24 mei aanstaande. En dat gebeurt op Purwodadi, op de hoek van Purwodadi en Helena Christina in het district Wanica, doen we de kick-off van dit project. Climate change heeft haar invloed overal in de wereld. Ook wij worden geconfronteerd met extremen, zoals hete temperatuur, hoge temperaturen, maar ook veel neerslag. U ziet wat in onze buurlanden gebeurt. Wij willen dit voorkomen. De bomen gaan ons beschermen. Ze beschermen al, want wij zitten met 93%. We willen die percentage zelfs verhogen. En dat kan als we meer planten. En u kent het, u weet zelf van de broeikasgassen, die effecten daarvan, is heel nadelig voor ons. En de planten kunnen helpen dat we ons leefmilieu aanzienlijk gaan verbeteren. Ook in de urbane gebieden. U ziet in de binnenstad heeft onze planten, zeg maar bomen, plaats moeten maken voor beton, straatstenen, etc. Leuk, aardig, maar laat die planten ook ertussen zijn, zodat wij in een koele ruimte ons kunnen begeven. U weet, wanneer je planten hebt in je directe woonomgeving, dat daar temperatuur anders is, een veel koelere ruimte met zich meebrengt. En daarvoor kiezen we. Het is een grote noodzaak. De mens kan immers niet zonder de planten. Ja. Dit project brengt kosten met zich mee, hoge kosten.
we zijn ervan bewust. We hebben op dit moment niets op onze begroting. We hebben wel een eigen plantenkas waar we planten vermeerderen. We hebben een voorraad waarmee we landelijk een start-up gaan maken. Maar elk district, zoals ik aangaf, gaat zelf doen aan plantenvermeerdering. We zijn bewust dat de districten moeten worden voorzien van infrastructuur, zoals plantenkassen, compostfaciliteiten. Maar daarvoor gaan we niet schromen om ook internationale organisaties als de GCF, dat is de Green Climate Fonds, die beschikken over voldoende middelen om hun te vragen een handje te helpen, een steun te geven, zodat wij dit project een grote kans van slagen kunnen geven. De president heeft zeker ons aandacht gevraagd van onderhoud, dat belangrijk is. En ook de type boomsoorten die we gaan planten. En zeker rekening houdend met de infrastructuur. Je hebt gesloten open rioolstelsels, afhankelijk van beschikbare ruimte, maar ook de veiligheid. Dat wij geen bomen gelijk langs de weg planten die een gevaar vormen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers. Daar moeten we zeker faciliteiten, maar ook veiligheidsaspecten inbouwen. Dat gaan we zeker meenemen in onze projectvoornemens.